in Amsterdam omdat wij campagne aan het voeren zijn. En op dit punt omdat wij campagne aan het voeren zijn tegen de Wiepas. Wiepas is echt het is een ontzettend ondoordacht wetsvoorstel dat er echt doorheen is gejaagd. Gejaagd door een liberale partij die zich heeft laten kapen door een christelijke partij. Maar die alleen maar problemen met zich meebrengt. Het is discriminerend, het is een gevaar voor de privacy en het brengt onze kinderen echt in gevaar. Want die kunnen op het ogenblik in coffeeshops kunnen die geen wiet krijgen. Maar er wordt nu in Zuid-Nederland een hele nieuwe bedrijfstak van straatdealers in het leven geroepen. En die trekken zich helemaal geen moer aan van de wetten en regels. Die weten dat ze bij scholen heel makkelijk kunnen verkopen. Dus die staan dan gewoon op het schoolplein. Aan de ene kant wiet te dealen. En aan de andere kant zitten koken en de crack en de heroïne. Omdat ze weten dat ze daar nog veel meer aan verdienen. Nou, en daar worden wij door deze regering willens en wetens aan overgeleverd. Dus wij zeggen, die wietpas die moet zo snel mogelijk weer verdwijnen. De wietpas wordt gebruikt om te eerste binnen Europa te discrimineren. Dus dat zeg maar waar je vrij verkeer van goederen en diensten hebt, mogen plotseling buitenlanders bepaalde dingen in Nederland niet meer doen. Dus daarmee discrimineren we de rest van Europa. We discrimineren binnen Nederland ook. Want de politie is nu al bezig om in coffeeshops gewoon een complete lijst van wietpashouders op te vragen. En daarmee worden mensen al van tevoren op een lijst van verdachte burgers gezet. Het feit dat die lijst overal kan gaan zwerven betekent dat werkgevers ermee in aanraking kunnen komen. De politie filtert die lijst als eerste als er een keertje wat iemand gezocht wordt. Dus wij denken dat we daar helemaal op het verkeerde pad zijn. Je moet naar de gemeente toe om een uittreksel van je bevolkingsregister te halen. Bij de gemeente vragen ze over het algemeen waar het voor is. En zeker rond de periode van mei toen het werd ingevoerd, wisten ze ook wel dat bijna iedereen die voor een uittreksel kwam, dat die voor de wietpas kwam. Dus dat is een gevaar voor de privacy, maar ook die lijsten die de coffeeshophouders moeten gaan bijhouden met alle ledenadministratie. Een coffeeshophouder weet alles van wiet verkopen, van een coffeeshophouder. Maar die weet heel weinig van databeveiliging. Dus al die gegevens staan bij alle coffeeshops nu op computers. En dat is volledig onbeschermd. Dus op het moment dat zo'n coffeeshopcomputer gehackt wordt, dan heeft de hacker een complete lijst met alle wietgebruikers in die stad. Nou, dat is natuurlijk belachelijk. Het coffeeshopbeleid in Nederland is 40 jaar lang is dat in heel Europa een voorbeeld geweest van hoe het moest. Wij hebben het minste aantal mensen die wiet gebruiken ter wereld. Er was laatst een onderzoek uit Nieuw-Zeeland, waar geen coffeeshops zijn. Daar gebruikt 14% van de mensen wiet. In Nederland is maar 7%. Dus het coffeeshop werkt. Maar je ziet dat nu de partij die vrijheid in de naam heeft staan, de VVD, dat die bezig is om die vrijheid te beknotten, om het wietpasbeleid, om het coffeeshopbeleid de nek om te draaien, maar ook op veel meer gebieden de vrijheid de nek om draait. De VVD respecteert op geen enkele manier privacy. Op het ogenblik hebben we in Rotterdam, hebben in de trams, hebben camera's en microfoons en alle gesprekken die mensen er houden worden opgenomen. De hele stad wordt volgehouden met hangen met camera's. Daar zie je de camera, daar zie je twee camera's, daar zie je een camera. Overal hangen camera's. In Nederland worden 1 op de 1000 telefoons afgeluisterd. Dat is meer dan waar ook ter wereld. Nou, ik stel je voor dat van die 1000 telefoons, dat die met 20 mensen praten. Dat betekent dat 1 op de 50 telefoongesprekken in Nederland wordt afgeluisterd. Al het e-mailverkeer wordt gelogd. Als jij met iemand belt, wordt bijgehouden waar jij bent als je belt, hoe lang je belt, met wie je belt, waar die andere persoon is op dat moment. Je surfgedrag wordt bijgehouden, alle sites die je bezoekt worden bijgehouden, sms'jes worden bijgehouden. En een sms'je zit zo in elkaar dat het nummer bijna niet te onderscheiden is van de boodschap. Dus bijna alle sms-berichten worden door de overheid ook bewaard. Nou, als je op zo'n manier bezig bent je burger tot crimineel te verklaren, tot verdachte van een misdaad die ze nog niet hebben gepleegd, dan hoor je niet in de Nederlandse democratie thuis. Ja, je gaat steeds verder naar de politiestaat toe. Mensen worden overal gecontroleerd. We krijgen op het ogenblik een nationale politie, zodat je ook niet meer de lokale binding hebt. Dat de politieagenten eigenlijk overal op afgestuurd kunnen worden, los van wat ze er zelf van vinden. Alles wordt gecontroleerd en als jij wat van de overheid te weten wil komen, dan moet je een wet openbaarheid van bestuur verzoeken. Dan moet je 7 maanden wachten, dan krijg je misschien 1 A4'tje terug waarvan de helft is zwart gemaakt. En zelfs dat willen ze nog gaan uitkleden. Dus de overheid komt verder en verder van de burger te staan, heeft allerlei middelen gecreëerd om de vrijheid van de burger te beknotten en laat de burger alleen maar eens in de 4 jaar een papiertje invullen, een stembiljet invullen. En daarmee zegt hij, je leeft in een democratie. Maar inmiddels leven we niet meer in een democratie. Het gaat steeds meer naar een politiestaat toe. En dat is erg gevaarlijk. Stemmen is het belangrijkste wat je kan doen.
Want op het moment dat je stemt, heb je daadwerkelijk invloed op welke partijen er in de Kamer gaan komen. Weet je, als je niet stemt, dan gaat eigenlijk je stem naar de winnaars van de verkiezingen. Want die hebben daar een tegenstem minder mee gekregen. Dus stem is heel erg belangrijk, maar voor de rest... Je continu uitblijven spreken, bloggen, meedoen aan demonstraties, op Facebook je mening kenbaar maken, via Twitter je mening kenbaar maken. We hebben op het ogenblik met het internet hebben we een uniek middel dat burgers mee kunnen blijven praten en tegen de overheid kunnen blijven zeggen wat ze dan vinden. En je hebt gezien wat een effecten dat kan hebben tijdens de Arabische Lente. Dus mensen moeten dat internet gaan gebruiken om ook buiten de verkiezingen en buiten de traditionele partijcongressen hun mening aan de politiek te verkondigen. En de Piratenpartij gaat er nog een stap verder in. Wij willen eigenlijk onze leden continu blijven pollen over wat zij belangrijk vinden. Dat noemen we het Liquid Democracy Feedback Systeem of Democratie 3.0. En daarmee kan iedereen, lid en niet-lid, kan voorstellen aandragen, ideeën aandragen, wetsvoorstellen aandragen, amendementen aandragen. Daar wordt door de leden over gestemd. En wat de leden aannemen, dat wordt dan op een gegeven moment in de Kamer gebracht. Op die manier krijgt de burger weer veel meer zeggenschap over wat er in de Kamer gebeurt. En dat is waar we naartoe moeten uiteindelijk. Thank you.